thanks for all being here. Hallo, dankjewel dat jullie hier allemaal zijn. Ik zou graag ook even iets in het Nederlands willen zeggen, omdat hier ook gewoon heel veel slijtenvoeren valt volgens mij. Krijg hier in Nederland te maken met gigantische bezuinigingen. We worden gedwongen om te betalen voor een crisis waar we niet zelf om hebben gevraagd. En volgens mij is die situatie heel tekenend voor wat er nu in heel veel landen aan de gang is, dus ook in de rest van Europa. En het is ook belangrijk dat we de strijd in verschillende landen voor sociaal en rechtvaardig beleid en voor meer democratie gezamenlijk voeren. Ik wil graag eventjes iets voorlezen over waarom we hier eigenlijk vandaag staan. Dat doe ik in het Nederlands, maar ik zou vertalen naar het Engels. We zijn mensen zoals jij. We zijn werknemers, studenten, gepensioneerden, werkloze mensen, artiesten en activisten. We are people just like you. We are workers, students, pensioners, unemployed people, artists and activists. We are here because we are outraged. We zijn hier omdat we woedend zijn. We leven namelijk in een wereld met gigantische ongelijkheid. Waar de rijkste drie mensen net zo rijk zijn als de 48 armste landen samen. We live in a world with unbelievable inequality. Where the three richest persons are as rich as the 48 poorest countries together. Waar deze weinige mensen meer politieke macht hebben dan welke verkozen persoon ook. Where these few people have more political power than any elected person. Waar onschuldige mensen in oorlogen omkomen, in plaats van dat ze samen in vrede leven. Where innocent people die in wars instead of living together in peace. A world which has to challenge environmental destruction caused by private interests. Een wereld die waarbij milieubelangen ondergeschikt worden gemaakt aan winstbelangen. We don't want to live in a world like that. We want true democracy. The European crisis is the result of a small group of rich individuals who speculated, manipulated and fooled us, the people. De Europese crisis is het resultaat van een kleine groep mensen, een kleine groep rijke mensen, die gespeculeerd hebben en met geld gegokt hebben. En die zijn daar de dupe van wij, de normale mensen. Now they tell us that we have to pay for this crisis. We say, no, we won't pay for your crisis. Nu zeggen ze tegen ons dat wij die crisis moeten gaan betalen, maar dat gaan we niet doen. And all over Europe, people now face budget cuts in the cultural, health and educational programs. People are losing their jobs and families are being deprived of a home. This crisis won't stop until we stand up and say no. No, we won't suffer for your profits anymore. No, we don't trust in the wisdom of our parliaments and our politicians. Corruption is omnipresent and politicians have no real power. We want to express our solidarity with Spanish demonstrators and protest all over the world. From the Spanish Revolution to a worldwide revolution. Van de Spaanse revolutie naar een wereldrevolutie. Nee, wij gaan uw crisis niet betalen. Nee, wij gaan de crisis niet betalen. Nee, wij gaan de crisis niet betalen. Nee, wij gaan de crisis niet betalen. De crisis niet betalen! Nee, wij gaan